Op een koude novemberavond, in de maand mei, zat op de hoek van een ronde tafel een oude grijsaard van nauwelijks 18 jaar, bij het licht van een uitgedoofde kaars, een dichtgeslagen boek te lezen dat achter hem lag. Plots hoorde hij het donderende geraas van een vallende speld en hoorde een lichtflits. Hij rende de trap op naar beneden, kuste de deur en deed zijn vrouw open. Hij sprong op zijn horloge en keek op zijn fiets hoe laat het was. Hij reed met een vaatje van 0,0 liter tegen een stilstaande elektrische paardentram aan die juist benzine stond te tanken. Hij duikelde voorover en belandde ruglinks in een plas met zand. Hij brak natuurlijk zijn twee benen, nam ze onder zijn arm en rende stapvoets naar het ziekenhuis, waar de dienstdoende politiecommissaris van de winkel er tegenover onder de microscoop ontdekte dat hij een gecompliceerde armbreuk had achter zijn linker oorlelletje. Men legde hem in een zittende houding in een lichtbed. 7 dagen na zijn dood overleed hij door een lachstuip van het huilen tijdens een serieuze dramafilm geschilderd op een groot doek.